2 september 2015. Dit is de weg waar Mario Winkens 40 jaar geleden verdwenen is. Er is nooit meer iets van haar teruggevonden. Mij zou het niet verbazen als ergens in een van deze woningen een kelder is waar het meisje naartoe is gebracht. Door een klootzak die het geïsoleerd heeft, zodat niemand haar zou kunnen horen. Daarachter is Spouwbeek, groot genoot, en dan schimmert waar zij woonde. Wie weet wat er in een van die huizen te vinden is, wat dan zou leiden tot de oplossing van haar mysterieus verdwijnen. Ik ben Richard Snoeker, verslaggever voor Enighuizen Nieuws.